Goedendag, je kijkt naar het TV West Nieuws van vrijdag 21 juni. En dat is de dag waarop koning Willem-Alexander en koningin Maxima hun koningstoer afsluiten met een bezoek aan Zuid-Holland. En vanmiddag zijn ze in Zoetermeer en Den Haag. Nou, in ieder geval krijgen ze dan wel beter weer, want in de loop van de dag wordt het droog en gaat misschien zelfs de zon schijnen. Het wordt 16 tot 21 graden. Nou, zover is het nu nog niet. Want al is de zomer dan begonnen, onze verslaggever Hans Otte die staat in Zoetermeer gewoon in de regen. Hans, zijn ze daar al wel een beetje klaar voor het koningsbezoek? Nou ja, bijna, Vincent. Er moet nog wel iets gebeuren in Zoetermeer. Maar reken maar dat ze gaan uitpakken, want ze zijn er beren trots op dat deze derde stad van Zuid-Holland wordt verkozen boven bijvoorbeeld Rotterdam, de grootste stad van Zuid-Holland natuurlijk. Dus ze gaan echt uitpakken. Daarachter komt een koor te staan. Daar worden ze door leerlingen van scholen verwelkomd. Dan krijgen ze een iPad-demonstratie. Want dit is echt een hele moderne stad natuurlijk, hè, Zoetermeer. Maar Zoetermeer is ook de Big Leisure-stad. En dan hebben ze de Big Five attracties. Zoals Snow World en Dutch Water Dreams en dergelijke. Die gaan hier een demonstratie geven. Er wordt hier geklommen op een grote klimwand, nee, dat is niet de klimwand, dat zijn nog maar gewoon hekken. Hier komt Snow World te staan met een hele grote demonstratie met een sneeuwwand en een tube waar ze allerlei dingen gaan voordoen. Maar goed, ik denk dat ze wel aardig kunnen skiën, die twee. En op de Dobbe, de plas, daar komen demonstraties van raften en kanoën. En de brandweer zorgt dat er flink wat waterverplaatsing is. Want ja, dit is natuurlijk een beetje te rustig voor het koningspaar. Kortom, er moet nog iets gebeuren, maar ze zijn er bijna klaar voor. Ja, dat is goed om te horen, Hans. Je kunt in ieder geval de hele dag de koningstoer goed volgen bij Omroep West. Want we zijn live op radio 89.3 Radio West. En natuurlijk via internet. En vanmiddag tussen 4 en 6 ook op TV West. Ja, sta je zelf langs de route, maak dan even een leuke foto en stuur die naar ons op. Je kunt er mooie prijzen mee winnen. Raadslid Aad Meuleman van Stadsbelangen Delft is stom verbaasd over de reactie van de directeur van het Grotiuscollege. Op de school wordt er gebouwd aan een groot feest voor het studentenkoor, terwijl er nog leerlingen les volgen. De directeur van de school blijft volgens het raadslid stug volhouden dat er geen overlast is voor de leerlingen. Maar de signalen zijn duidelijk, vindt hij. Woensdag werd er tijdens schooltijd nog twee treinstellen neergezet op het terrein van de school. De Zoetermeerse burgemeester Charlie Abtroot die vindt het goed voor de regio dat Den Haag zelf een treinverbinding regelt van en naar Brussel. Op Twitter zegt Abtroot dat hij het plan steunt en hij hoopt dat de trein snel gaat rijden. Gisteren werd bekend dat Arriva het treinverkeer tussen Den Haag en Brussel op zich gaat nemen vanaf 2015. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken deelt de zorgen van ouders die aangifte hebben gedaan omdat hun kinderen als jihadstrijder naar Syrië zijn vertrokken. Dat heeft hij donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. Hij ziet de radicalisering als religieuze ontsporing. Verder schrijft hij dat er volgens de gemeente Den Haag geen sprake is van sharia in de Schilderswijk, al gaat het wel om een buurt die problemen kent. In Moerwijk in Den Haag heeft de politie gisteravond een bijzondere hennepkwekerij opgerold. Die zat in een kruipruimte onder twee flatjes in de portiek. En de bewoners die erboven woonden, die hadden niks gemerkt. Het is krap en heet in het kleine kwekerijtje in de kruipruimte onder de flat. De stroom wordt provisorisch afgetapt. In de plantage staan ongeveer 350 plantjes, die bijna groot genoeg zijn om te oogsten. Een verdieping hoger is een slaapkamertje van kinderen. En die hadden wel in de gaten dat er iets geks aan de hand is. In mijn kamer was het altijd heel erg warm. De vloer. En als je door de trap hier bij de hal hier loopt, dan rook je altijd heel veel wiet. De hennepplanten zijn door een ruimingsbedrijf uit de kruipruimte verwijderd. Een brandspuit waarmee je dwars door muren kunt spuiten. Een nieuwe, kleinere brandweerauto. Of een surfplank waarmee je drenkelingen kunt redden. De brandweer oefende gisteren in de Scheveningse haven met allerlei nieuwe snufjes. Dit is een oefening met een nieuw blussysteem, de Cobra. Brandweermensen hoeven niet meer naar binnen, omdat ze een hoge drukspuit gebruiken die water met een beetje ijzer spuit. Deze korreltjes, dat git wat ik hier in mijn handen heb, dat maakt door alle constructiematerialen, staal, steen, spouwmuren, ieder materiaal maakt het een gaatje. En vervolgens kan je dus de brand achter die deur, luik, schot, muur blussen. De brandweer op Scheveningen heeft ook iets nieuws. Een surfplank waarmee ze drenkelingen redden op tijden dat de reddingsbrigade niet aan het werk is. Zes hengsels eraan en die kunnen de mensen grijpen en zich boven water houden.
In Midden-Delfland is een tijdje getest met een mini-brandweerwagen, waar maar 2 brandweermannen op zitten in plaats van 6. En dat werkt daar goed. Bij ons, bij de vrijwilligers, overdag is er geen werkgever blij als ze voor ieder dingetje wegrennen. En ja, nu kunnen ze natuurlijk met 2 man komen. Die moest altijd die auto met 6 man vullen. Ja, dat gebeurde. Dan moest natuurlijk een hele ploeg opgepiept worden. En dat is nu beperkt. Dan de kranten van vandaag. Te beginnen met het AD. Bent u al helemaal klaar voor de vakantie? Zorg dan ook dat u eventuele boetes hebt betaald. Want de marechaussee die krijgt op Schiphol steeds vaker te maken met mensen die nog geld moeten betalen aan justitie. En dan mag je niet weg. Het zijn ieder jaar weer duizenden mensen die dit overkomt. Maar dit jaar is in de eerste maanden al voor €450.000 aan boetes geïnd. Dat is 20% meer dan vorig jaar. In de Hoenderloosstraat in Den Haag zijn een paar bewoners zich gisteren rot geschrokken. Dat schrijft de Telegraaf. Ze hadden ineens een fikse rattenslang in huis. Ja, de dierenambulance heeft het dier weggehaald. Later bleek dat hij was ontsnapt bij de buren. En die zijn hem later die middag komen ophalen. En dan nog een opmerkelijk berichtje uit de Volkskrant. Groenten die bij de groenteboer liggen, die leven nog. Ja, ook na de oogst maken ze nog stofjes aan waarmee ze zichzelf beschermen tegen ongedierte. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers ontdekt. En dat beïnvloedt ook de smaak. En die stofjes die maken ze vooral overdag aan. En dat betekent dat sommige groenten dus overdag lekkerder smaken dan 's avonds. Of dan wanneer ze lang in een donker koelzaal hebben gelegen of onder het kunstlicht van de supermarkt. Ja, tot zover. Meer nieuws vindt u op omroepwest.nl en hoort u natuurlijk de hele dag op 89.3 Radio West. En daarbij dus ook de Koningstoer. Maak er een mooie dag van.